Peer support is collegiale ondersteuning door een getrainde collega op de werkvloer meestal. Bijvoorbeeld in de vorm van een telefoongesprek of een live gesprek wat vlak na een medisch incident of een impactvolle gebeurtenis op het werk wordt aangeboden. Peer support is belangrijk omdat we weten dat het meemaken van een incident, een fout of een impactvolle casuïstiek op werk voor een zorgprofessional echt belastend kan zijn. Het kan van alles oproepen. En als je alleen maar aandacht hebt voor de procedure, dus is het goed gegaan, wat is er eventueel fout gegaan, wat kan ik ervan leren, dan ga je voorbij aan emoties die het ook oproept. En ook een zorgprofessional heeft daarin een verwerkingsproces. En het is goed om aandacht te hebben voor dat verwerkingsproces en dat je weet wat normale reacties zijn op eigenlijk abnormale gebeurtenissen. Wat we zien gebeuren bij zorgprofessionals die te maken hebben gehad met een medisch incident, is, het kan natuurlijk verschillen per zorgprofessional, maar vaak is het een vrij voorspelbaar patroon van een soort stressreactie of verwerkingsreactie, waarbij er in eerste instantie vaak sprake is dat mensen gaan twijfelen meer aan hun kennis of kunde, onzeker worden, minder vertrouwen hebben soms, zijn bang dat in de toekomst weer zoiets gebeurt. En dat kan ook invloed hebben op bijvoorbeeld hun dossiervoering, dat het meer uitgebreid wordt. Dat ze onnodig extra onderzoeken aanvragen, meer defensief gaan worden. En we weten dat juist daardoor ook de kans op fouten juist toeneemt. Wat ik terugzie bij zorgprofessionals die ik spreek, is dat velen heel lang in stilte eigenlijk hebben geleden. Dat het soms een enorme impact heeft op hun carrière, op de keuzes die ze hebben gemaakt. En ten koste kan gaan van hun bevlogenheid. Dus door zelftwijfel. En ja, er zou mij heel veel aan gelegen zijn als meer openheid of erkenning dat we geraakt worden tijdens ons werk, dat dat juist onderdeel kan zijn van onze professionele groei. Ik heb zelf ervaring met impactvolle gebeurtenissen tijdens mijn werk. Toen ik net basisarts was, heb ik een kind moeten reanimeren wat verdronken was in bad. En later in mijn carrière heb ik te maken gehad met fysieke agressie tijdens een nachtdienst. Daar is ook een tuchtzaak op gevolgd. En wat ik daar heb ervaren is, er was heel veel aandacht voor de juridische ondersteuning. Dat is ook allemaal goed gekomen. Maar ik heb toch wel gemist de aandacht voor mij, wat het met mij deed. Ik had het gevoel dat als ik aangaf, ik had liefst een time-out willen hebben. Nou, dat voelde heel kwetsbaar. En ook al zeiden allemaal collega's, je hebt goed gehandeld, je hebt gedaan wat je kon. Ze waren er ook bij de tuchtzaak, voelde dat heel ondersteunend. Maar wat ik gemist heb, is toch meer de erkenning van, het voelt anders. Je voelt je niet, je hebt het vertrouwen ben je juist even kwijt. En in mijn geval heeft dat ook voor mijn carrière, heeft het invloed gehad. En heb ik daardoor andere keuzes gemaakt. En inmiddels weet ik dat dat voor veel meer zorgprofessionals geldt. En hoe die ondersteuning eruit ziet, dat verschilt per persoon. De een heeft genoeg aan het delen met collega's, meer informeel, met het thuisfront. Een ander vindt het fijn om juist met een onafhankelijk iemand te spreken. Want die voelt zich misschien veiliger om dan emoties te uiten. Dat het hem geraakt heeft. Om daar open over te zijn. En dat het ook gewoon niet op de werkvloer effecten heeft. Dat je of onveilig of ongemakkelijk voelt. Want dat merken we wel. Dat veel zorgprofessionals onzeker worden. En ook gaan denken, hoe kijken collega's nu naar me? Of alleen al naar zichzelf. Speelt soms schaamte mee. En dan helpt het om met een onafhankelijk iemand die ook kan helpen normaliseren te spreken. Peer support op de werkvloer, bijvoorbeeld in de ziekenhuizen, is het vaak goed geregeld dat meteen na een incident een zorgprofessional benaderd wordt van goh, we weten dat het impact kan hebben, hoe is dat bij jou, wil je er een gesprek over? Dus met iemand met een getraind luisterend oor. Dat doet een peer support die onafhankelijk is, dus zoals wij van het VIN-platform, wij doen dat ook. Maar wij kunnen zowel vlak na een incident ingeschakeld worden, bijvoorbeeld door zorgprofessionals die niet peer support op de werkvloer beschikbaar hebben, maar ook in een latere fase. Bijvoorbeeld in het geval van een tuchtzaak kunnen alsnog weer dingen van het incident worden opgeroepen. En dan zijn wij er om in één of meerdere gesprekken zowel informatie te delen over wat kun je al zoal tegenkomen, maar ook aandacht te hebben voor die verwerking van het gebeuren.